Nog goed, dus Patrick gaat mee in Blaricum en dan weer in Amsterdam. Ja. En je geeft een afscheidsconcert en je hebt een afscheids-CD gegeven en je bent verhuisd. Dus het roer is drastisch omgegaan. Ja. Maar betekent dit nou ook, want je gaat straks zingen voor ons, ja. Dat je hier voor het laatst gaat zingen straks bij ons? Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar dat is toch wel een beetje raar, hè? Dat is heel raar. Want... Jij hebt ons groot gemaakt natuurlijk, Koffietijd, wij van Koffietijd. Ja. Maar Koffietijd heeft ook LA The Voices behoorlijk een push in de goede richting gegeven. Ja. Dus wat, hoe moet dat dan straks? Nou, LA The Voices... Die zingen nog. Ja, maar die zijn met z'n drieën nog maar. En Remco is solo gegaan en die wilde niks meer mee te maken hebben, geloof ik. Dus, maar LA The Voices komt toch ook op je afscheidsconcert zingen? Ja, die maar dan weer met z'n vieren? Met z'n drieën. Oh, ook met z'n vieren. Ja, met mij erbij z'n vieren, ja. Ja, ja. Dan verandert het toch allemaal wel.